Welkom bij Spellenzonde, leuk dat jullie weer kijken. En dit keer wil ik met jullie een blik werpen op een concept uitgegeven door Repos Productions. Het is een spel voor 4 tot 12 spelers, zou ook nog eventueel met meer kunnen. En je bent er ongeveer een half uurtje tot drie kwartier mee zoet. En in dit spel gaan de spelers in teams het tegen elkaar opnemen. En om de beurt kiest elk team een woord, wat ze vervolgens middels iconen gaan proberen uit te beelden, zodat de andere teams het kunnen raden. Het team dat het als eerste raadt gaat punten verdienen en na 12 rondes is het spel voorbij en degene met de meeste punten de winnaar. Dus laten we snel gaan kijken wat er in deze box zit. Het spel is gemaakt door Alain Rivolet en Gaëtan Beaugenot en wij krijgen de spelregels die eigenlijk vooral bestaan uit voorbeelden en een kleine toelichting van hoe het spel gespeeld wordt. Absoluut geen complexe spelregels. Reference kaarten voor alle spelers waar alle iconen nog een keer uitgelegd staan met mogelijke betekenissen die je kunt verbinden aan de verschillende afbeeldingen die je op het speelbord ziet. Het speelbord zelf met daarop alle iconen, ruimte voor de kaarten en ruimte om de verschillende steentjes te gaan plaatsen. En verder krijgen wij de verschillende concept-iconen met de bijbehorende blokjes in die kleur, de punten in dubbele punten en enkele punten afgebeeld en de verschillende kaarten waarop de woorden en opdrachten staan die wij moeten gaan uitbeelden middels de icoon. Dat is wat we krijgen. Laten we gelijk maar een spel gaan spelen. Het spel duurt 12 rondes en dat komt overeen met de 12 dubbele lampjes, oftewel dubbele overwinningspunten, die verdiend kunnen worden. Elke ronde verdient één speler zo'n setje dubbele lampen en de rest van zijn team verdient één gewoon lampje. Hoe gaat het in zijn werk? Verdeel de spelers in teams en dan wijs je één team aan als startsteam. Die pakt de bovenste kaart en die kiest één van de woorden die daarop afgebeeld staat om uit te gaan beelden middels de iconen op het speelveld. De woorden zijn onderverdeeld in drie categorieën. Je hebt gemakkelijk, je hebt moeilijk en je hebt de challenge in het zwart. Speel je het voor het eerst, dan zou ik gewoon zeggen begin met de gemakkelijke woorden. Kies er eentje van waarvan je denkt, nou dat vind ik leuk om uit te beelden. Ben je wat meer ervaren of wil je echt een challenge, dan kun je natuurlijk gewoon iets uit het rode of zwarte gedeelte gaan kiezen. Maar laten wij bijvoorbeeld het woord Monopoly gaan proberen uit te beelden. Die iconen die hier op afgebeeld staan, die hebben allemaal een soort betekenis die het spel er al vast aan heeft gegeven. Die staan op deze overzichten weergegeven. Maar je kunt er natuurlijk ook creatief mee omgaan. Als jij een bepaalde afbeelding ziet en die denk je ergens bij te kunnen passen, dan kun je op die manier ook gewoon zelf er invulling aan geven. Het team wat het woord gaat uitbeelden mag onderling overleggen hoe ze het gaan aanpakken. Bijvoorbeeld besluiten van nou ja, laten we deze gebruiken en die en is dit wel handig, et cetera. Dat doen ze natuurlijk een beetje zachtjes zodat de rest niet doorheeft wat er aan de hand is. Daarnaast mag het team dat het woord aan het uitbeelden is op vragen van de andere teams antwoorden met enkel het woord ja. Dus als bijvoorbeeld er gezegd wordt, is het een gezegde? En het zou inderdaad een gezegde zijn wat uitgebeeld wordt, dan mogen ze daar met een ja op antwoorden. Maar hoe gaat het in zijn werk? Jullie zien 5 pionnen en elke pion heeft een aantal steentjes in dezelfde kleur die je kan gebruiken om het concept uit te werken. We hadden gekozen voor het woord Monopoly. Nou ga ik Monopoly uitbeelden in de vorm van het bordspel Monopoly. Omdat ik weet dat hier zo zit speelgoed en spellen als symbool. Dus ik geef aan als eerste concept, het is een spel. Een bordspel, een speelgoed iets. Dat is het hoofdconcept. En om dat te verduidelijken, zeg ik bijvoorbeeld, het is niet alleen maar een spel. Het is een spel waarbij je iets met steden gaat doen, met bebouwing. En daarnaast draait het spel ook nog eens een keer om geld. Dat is mijn eerste concept bijvoorbeeld. Zou ik het nog verder uit willen beelden, dan kan ik bijvoorbeeld daar nog extra concepten aan toe gaan voegen. Bijvoorbeeld het speelbord is plat en daar ga je over rondlopen. En zo kan ik dus een hoofdconcept neerzetten met een paar extra blokjes
om dat concept uit te werken en kan ik meerdere concepten gebruiken om mijn woord of mijn opdracht duidelijk te maken. De andere spelers gaan gewoon roepen wat in hun opkomt en zodra een speler het juiste antwoord geeft, dan wint die speler een dubbel lampje, oftewel twee overwinningspunten, en de andere spelers in zijn of haar team krijgen allemaal één lampje, omdat hun team het juiste antwoord heeft gegeven. Is dat gebeurd, dan worden alle blokjes en alle conceptmarkers natuurlijk weer van het bord verwijderd. En gaat het volgende team het volgende woord klaarzetten. Zij pakken weer een kaartje enzovoort enzovoort. En dat doen we in totaal tot al deze 12 lampjes op zijn. En aan het einde van de 12e ronde gaan we kijken wie de meeste punten bij elkaar heeft weten te verzamelen. En die wordt de winnaar. Maar dit is hoe concept wordt gespeeld. De kracht van concept zit hem wat mij betreft in de eenvoud van het spel en dat maakt het tegelijkertijd uitdagend. Het is super interactief, het is leuk om op een creatieve manier woorden uit te beelden met behulp van het bord en de verschillende afbeeldingen die erop staan. En het is ook super gaaf om te kijken of je kan doorgronden wat de medespelers bedoelen en het juiste woord raden om daarmee punten te pakken. Ik heb gemerkt in dit spel dat ik het niet eens zo heel boeiend vind of ik wel of niet win. Ik vind het vooral leuk om lekker mee te puzzelen in de woorden die andere mensen middels de afbeeldingen uitbeelden of om zelf een goede bijna rebus te maken om zo mijn woord duidelijk naar iedereen over te brengen. Heb je het een paar keer gespeeld, dan gaat dat concept van het spel goed inzinken. En dan kan ik je ook van harte aanraden om de moeilijke of zelfs challenge woorden te gaan proberen. Je zult merken dat je dan veel meer moet gaan ontleden om de mensen te helpen om in een bepaalde volgorde een zin of een gezegde te kunnen raden. En dat is echt heel erg tof gedaan. En ja, de creativiteit die ontwikkeld wordt tijdens het spelen is ontzettend leuk om te zien bij dit spel. Verder ziet het spel er goed uit. Je krijgt prima pionnetjes met bijbehorende kleuren. Blokjes in een mooi schaaltje wat je uit de layout kan halen. Altijd fijn als ze een layout maken waar je wat mee kan. Maar alles bij elkaar genomen is concept gewoon een ontzettend leuk partyspel om te spelen. Iedereen wordt naar binnen gezogen. Je zult zien dat iedereen over de tafel hangt, mee aan het kijken is, mee aan het raden is en probeert erachter te komen welk woord, welk gezegde of welke zinssnede op het bord uitgebeeld wordt. En wat je ook misschien zal merken is dat in het begin worden de hints heel simpel en oppervlakkig gehouden, waardoor ze vrij gemakkelijk geraden worden. En op een gegeven moment denken mensen van ja, ho, dat is me iets te makkelijk. En dan gaan ze op een iets wat cryptischere wijze de omschrijving van het woord doen, waardoor er nog meer geraden moet worden. En waarbij zelfs dus de meest eenvoudige woorden wat moeilijker te raden zijn. En zo kun je het spel dus zelf ook weer diepgang geven. En dat is ook iets leuks om te zien. Maar dat maakt concept, wat overigens dit jaar genomineerd is voor speelgoed van het jaar 2016, tot gewoon een uitstekende partygame die je gemakkelijk en snel op tafel kan leggen, waar je veel plezier mee kan beleven en wat de spelers uitdaagt om creatief te denken en mee te gaan in de gedachtegang van de andere spelers om zo de juiste woorden te kunnen raden. Ik vind het een ontzettend tof spel. Het zit zeer goed in elkaar en ik hou van dit puzzelen. En het is om die reden dat ik het gewoon welverdiend 4 sterren heb gegeven. Spellen Zolder.